De oude vuilnisbelt. Zo heette vroeger de muur van Emmen. We zijn hierbij aanwezig en wij gaan de 5 kilometer lopen. Dit is de hoogste berg of het hoogste punt van heel Drenthe. Want 48 meter hoogte. We moeten 160 trappen op. Wij gaan eens even kijken hoe het er hier allemaal uitziet. En wij gaan eens even richting de start. Nou, we hebben de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. Wij wurmen ons even door de mensen heen. En we gaan eens even kijken of ons startnummer erbij zit. Ik kom even mijn startnummer ophalen. Nou, dat is goed. Ik ben zeer benieuwd wat het wordt. De 5 kilometer. 5 kilometer. Alsjeblieft. Kijk eens. Startnummer hebben we. Wij gaan hem eens even bevestigen. Ik zie jullie zo bij de start. Succes. Dank je. Nou, we staan bij de start. Het gaat nu beginnen. 5 kilometer, 48 meter de lucht in, 160 treden. Wij gaan zien of wij het gaan redden. Tot zo!
Nou jongens, nu gaat het gebeuren. We gaan de befaamde trap op. Geniet maar mee jongens, geniet maar mee. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions.
We'll be right back.
Ja jongens, dit is even een andere koek dan een... Geen ontbijtkoek? Nee, geen ontbijtkoek hoor ik net. Dit wedstrijdje. Het is echt belachelijk zwaar. Hartslag 175. En we zijn nu één keer die trap op geweest. Dan beginnen je de benen al te verzuren. Nou, moet ik nog voor een tweede keer die trap op. Als we dat maar overleven. Want daarna was het nog een aantal bulten op en af en op en af. Dus ja, goed kapot. Zeer kapot. Jongens, vergeet ook eventjes niet eventjes abonneren, liken en druk op dat mooie belletje. Ik zou gisteren ook meedoen met de run van Gieten. Maar wij hadden een klein ziektebedje van 4 dagen. Dus ik heb deze even overgeslagen. Zodat ik vandaag volledig bij de run van Emmen aanwezig kon zijn. Of de muur van Emmen, laat ik het zo zeggen. Nou, wij gaan nog even weer een stukje verder. Jongens, het is nog maar 2 kilometer. Wat stelt het voor? Helemaal niks. Kijk, de beste stuurlui staan aan wal. Nou, wij gaan nu zo rustig verder. Dan worden wij tenminste niet laatstes. Maar ik denk dat ik hem bij de trap wel even ga lopen. In plaats van rennen. Jongens, tot later. Jodel. Nou, ik ben nu bijna meer aan het
veel minder aan het rennen vandaag. Dat is andere weken wel eens anders. Maar ik ben stuk. Die trap, jongens. Ik ben blij dat ik niet voor de 10 kilometer heb gekozen. Want dat had ik niet gered. Ik zie een stukje verderop. En daar ga ik zeer dankbaar gebruik van maken. Het drankpasje. Dan mijn laatste. Maakt me niks uit. Ik heb hem gedaan. Meedoen is belangrijker dan winnen. En het is aan zich, zei de leiding ook. Lisanne zei het al tegen mij. Meedoen is al een hele prestatie op zich. Dus wij gaan even een lekker drankje nemen. Want anders trekken wij hem niet. Jammer, hè. Nou. Oh, heerlijk dat water. Oh, dit smaakt gewoon naar een goudgeel pilsje. Zo lekker smaakt het nu op dit moment. Gewoon, dat idee heb ik erbij. Maar die gaan we straks natuurlijk nog eventjes openen. Maar dat is pas bij de afsluiting. Even een slokje. Ah, ik ben niet de laatste, jongens. En dan gaan we weer. Ik zeg, tot bij de finish. Of misschien haak ik nog wel een keertje af. Yo! Enough to keep me safe, just like the sun. You
Nou jongens, ik moet de laatste berg op. Maar Jampie redt het niet. Oh, deze even wandelen. Niets aan te doen. Ik hou hem vol. Alleen is hij langzamer dan normaal. Wat hebben we volgende week eigenlijk? Volgens mij is volgende week de Hardenberg City Run. En deze is over vlak wegdek. Yes! Deze is 's avonds om 7:15. Lekker koel. Yes! Maar het is nu ook weer ongeveer zo'n 20 graden. En ja, gezien het tweede dagje van het jaar is dat het zo warm is, moeten onze lichamen er nog even aan wennen. Nou, zoals je even ziet op de headcam, moet ik nog een stukje omhoog. Dit stukje ga ik dan dus ook niet rennen. Ik wandel dit stuk even. En dan, schouw ik boven ben, rennen wij hem door naar de finish. Het is ook nog maar 500 meter. Nou, doe het met me na. Als niet hardlopers zijnde. He? Ja, ik ben dan wel hardloper, maar jullie die niet hardlopen. Doe het met me na. Nou, ik spreek jullie bij de finish. Yo! Nou, daar komt hij jongens. Bijna bij de finish. We hebben het bijna gehaald. En daar gaat hij dan. Zo de finish over jongens. En gehaald! Yay! Oh, dankjewel. Dank je. Gehaald. En wij gaan nu naar de afsluiting. Dat was hem dan, de muur van Emmen en dan de 5 kilometer. Het was een belachelijk zware run, 2 rondjes van 2,5 kilometer en in die 2,5 kilometer dus 3 keer de heuvel op. En niet alleen 3 keer de heuvel op, het was gewoon 1 keer 160 treden omhoog. Belachelijk zwaar dus. Nou ja, we hebben hem in ieder geval gered. Jongens, eventjes, vergeet het niet, abonneren. Like de video en
druk op dat mooie belletje. En jullie gaan veel meer prachtige runs zien. Ik ga dit jaar ga ik nog ongeveer, nou ja, in ieder geval tot aan de zomer ga ik nog ongeveer een runnetje of 10 doen. En daarna gaan we even een kleine vakantie inlassen, want de beentjes moeten af en toe ook rusten. Volgende week gaan we meedoen met de Hardenberg City Run. Deze is volgende week zaterdagavond. 10 kilometer gaan wij daar rennen. En ik hoorde dat dat een prachtige run is, dwars door de hele stad Hardenberg heen. Waar ik nou heel veel zin in heb, is het heerlijke speciaal biertje. En ik ben benieuwd wat we hebben gekregen. Dit is een hele oude. Het is de Victoria. En dit biertje komt uit 1695. Nou ja, dan zal het wel bedacht zijn. Ik denk niet dat die gebrouwen is in 1695 en dan hier op tafel staat. Eén ding, hij is 8,5%, dus een best zwaar biertje. Kijken hoe die valt na zo'n zware run. Een alleraardigst plopje. En jongens, wij gaan het eens even proeven. Oeh, dit is wel een belachelijk zwaar biertje voor zo'n belachelijk zware run, zeg. Wel heel erg lekker. Ja, dit ziet er heerlijk uit. En ja, hij is gewoon hartstikke zwaar. Jongens, ik ga heerlijk van dit pilsje genieten. En jullie, geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. Tot volgende week bij de nieuwe Russell's Running Channel. Proost!